De regio komt in actie voor Turkije en Syrië. Onzekere tijden voor mensen met familie in getroffen gebieden. En Heteren krijgt 5 nieuwe kunstwerken. Ja, op dit moment staat de wereld even helemaal in het teken van de gebeurtenissen in Turkije en Syrië. Veel mensen willen graag een handje helpen om het leed te verzachten, zo ook in onze regio. Tientallen vrijwilligers komen in de Wiegense Edisonstraat samen om gedoneerde kleding te sorteren voor de slachtoffers in de getroffen aardbevingsgebieden. Een behoorlijke organisatie dat beroep doet op hun nachtrust. Gelukkig houdt de positiviteit en de gezelligheid hen op de been. Er is weer een nieuwe vracht aangekomen. Kijk, hele lading weer. Dit moet allemaal gesorteerd worden, uitgezocht worden. Zo. Ja, we doen hier ons best allemaal met de meiden, met vrijwilligers. Voor inverzameling voor de aardbeving in Turkije. Kijk, hier zijn ze aan het allemaal sorteren. Dit zijn de kussens, wat niet gebruikt is. Kijk, dit zijn winterkleren, winterjassen, wat heel goed is, waar mensen ze kunnen gebruiken. Wij gebruiken alleen maar goede kleding, die zo min mogelijk is aangetrokken. We zoeken het uit, de zomerkleding zoeken we ook uit, want het is daar echt koud. Mensen kunnen daar natuurlijk geen zomerkleding aan doen. Het was nog maar een dag geleden dat de aardbeving in Turkije en Syrië plaatsvond. Een grote groep vrijwilligers is bereid om de handen uit de mouwen te steken. Mijn vriendin heeft gepost van kan iemand helpen bij wiegen. En ik heb dat ook gepost. En dat gaat gewoon zo verder. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om de gedoneerde kleding te sorteren voor het getroffen gebied. Dat gebeurt in een pand waar normaal gesproken monteurs bezig zijn met glasvezelbekabeling. Hoe heeft u dit zo snel kunnen regelen voor deze inzamelingsactie? Ik krijg een WhatsAppje. Zoek een verzamelplek en mijn pand toevallig vrijgekomen. En ik heb het aangeboden en is het zo is het gegaan eigenlijk. Waarom helpt u mee aan deze actie? Want dat is mijn afkomstland. En dat zijn mijn mensen en ik wil ze ook graag helpen. De jaren 99 is ook een aardbeving geweest. En ik was ook daar. En ik weet hoe dat voelt, die mensen die daar zitten. Ken je mensen die in dat getroffen gebied wonen? Ja, ik heb daar familie wonen, ik heb daar kennissen wonen. We kunnen hun niet bereiken. Ja. Het is hopeloos. Het is hopeloos daar, echt. Hier zijn ze ook allemaal aan het sorteren en controleren of alles goed is wat gebruikt kan worden. We hebben hier wintersokken. We hebben hier sjaals. Handdoeken moeten nog gesorteerd worden, opgezocht worden. Kijk, hier hebben we warmte, lucht. Wat kunnen we geven? Ik geloof in de islam en voor ons is het meer van wat gebeurt, dat gebeurt. Dat is het lot. Enigszins zit je ermee. Ja, het raakt je. Maar je moet toch wel wat gaan doen. We kunnen allemaal, ja, hoe zou ik het zeggen, verdrietig hier zijn en elkaar of demotiveren of juist motiveren. Op het moment dat ik mensen zie die blij zijn, die echt hun best doen na het werk hier komen om ons te gaan helpen, ja, dan, het is gewoon niet te omschrijven. Je wordt daar gewoon gemotiveerd door. Je krijgt daar energie van. Je wordt er heel erg positief van. En hopelijk kunnen we deze positieve gevoel houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gered worden. Zoveel mogelijk mensen de hulp gaan krijgen die ze nodig hebben. De goede sfeer motiveert de mensen hard door te blijven werken. Dit zijn de dekens. Wat hard kunnen geprobeerd worden. Kussens hebben we. Heb je wel voldoende slaap gehad afgelopen nacht? Nee, we hebben heel slecht geslapen. Helemaal niet. Kun je dat niet zien aan mijn ogen? Kom op, jongens. Het is allemaal voor een goede doel. En waarschijnlijk wordt het dan nog een korte nacht, want tot morgenmiddag 12 uur kunnen spullen worden ingeleverd. En na 12 uur gaat al deze producten, al deze dozen, die gaan morgen naar airport in Eindhoven. En daar is er een vrachtvliegtuig klaar. Nou, dat wordt dan naar Turkije gevlogen. Ja. Naar de mensen die het hard nodig hebben. En de spullen die overblijven? Die gaan wij naar Recycle brengen. Van die geld wat wij daar krijgen, die wordt gedoneerd weer naar
het Rode Kruis in Turkije en Syrië. In onze regio wonen ook mensen die afkomstig zijn uit het aardbevingsgebied en daar nog familie of vrienden hebben wonen. Ook voor hen zijn het onzekere tijden. In de Wiegelse supermarkt Taiba Mart van Jahat Alawar is de aardbeving in Turkije en Syrië het gesprek van de dag. Veel mensen zijn bezorgd over hun familie. In mijn winkel ik heb veel mensen verdrietig voor het nieuws. Veel mensen vragen naar vrienden, families. Veel vragen. Ook Mohammed, een vriend van Jahat en vaste klant, is bezorgd over zijn familie en vrienden rondom het getroffen gebied in Syrië. Veel kennis daar en mijn moeder zelf woont daar ook in Noord-Syrië. Ja, als ik praat met hem, ze allemaal gewoon soms huilen, vertellen allemaal slechte verhalen over wat daar allemaal gebeurt. Wat krijg je allemaal te horen? Ja, weet je wat, dat de mogelijkheden zijn heel beperkt en het is moeilijk om mensen te redden. Al jaren wordt het belegerd door Russisch en Syrisch leger. En het is heel moeilijk om, die hebben die machines niet. De basisdingen die hebben jij niet. Snap je? En als jij weet dat jou, misschien iemand van jouw familie zit onder de sloop en jij belt gewoon de eisende hulp of de hulporganisaties, niemand neemt op. Mohammed krijgt zijn moeder maar moeilijk aan de telefoon. Ja, ik had wel gisteren contact kunnen krijgen met mijn moeder. Maar nou, vandaag en gisteren kon ik gewoon niet bereiken. Ja, dit internetverbinding is verbroken. Gaat het wel goed met ze? Ja, gelukkig, mijn moeder is goed nou. Jahat heeft een oom wonen in Syrië. In tegenstelling tot de moeder van Mohammed gaat het daar niet zo goed mee. Ja, hij zegt een moeilijke tijd van hem en zijn familie ook. Geen wonen, geen eten, geen drinken. Het doet pijn in mijn hart. Snap je, ik ben hier bezig met werken en studeren en kinderen. Ik kan, ja, anders had ik misschien een steentje bijdragen, kunnen misschien helpen. Om toch een steentje vanuit Nederland bij te dragen, hebben Jahat en Mohammed besloten om ook kleding in te zamelen, maar dan met name voor getroffen Syriërs. De twee merken dat er vooral acties worden gehouden voor Turken. Tot en met volgende week kunnen mensen winterkleding inzamelen en wegbrengen naar de Taiba-markt in Wijchen. Ook voor Salwa uit de Nijmeegse wijk Wezenhof is het een moeilijke tijd. Haar familie in Syrië heeft door de oorlog twee keer moeten vluchten. Helaas is hun huidige woonplek zwaar getroffen. Salwa wil liever niet in beeld, maar haar vriendin Awas doet voor haar het woord. Ik zit naast mijn vriendinnen, mijn beste vriendinnen. Zij heet Salwa. En zij heeft een familie in Syrië. En haar zus en broer en een hele familie, zeg maar. En ook op het gebied waar de aardbeving is aangeraakt. Gelukkig heeft haar familie het op het nippertje overleefd, maar ze schrok van de beelden die ze van hen kreeg toegestuurd. Mensen hebben er anders dan in Turkije geen machines om in het puin te zoeken. Dit doen ze met hun blote handen. Zij is het laatste moment 20 seconden, zeg maar, voordat het huis helemaal neergestort is. Ja. Gelukkig veilig naar buiten ging met de kinderen. Zij hebben nu niks meer, geen huizen, niks. Maar ze zijn wel veilig, gelukkig. Tafouk, kulle el kawaris. Shi la yusaf, shi mubki, shi mufja, shi... Yani, lubna am tubki ala hada el hadaf. Lazem el sa'id, wajib innu el sa'id. Kul hada, mu bas ikhti. Kulle el nas bistahuk el musa'ade. Ay insaan ala wajh el ard bistahuk innu nisa'ado. Haar vriendin Awas schoot haar te hulp door geld in te zamelen om naar Syrië te sturen. Ik heb hem gelijk sms gestuurd naar mijn familie. Gewoon, kunnen jullie mij en mijn vriendinnen helpen? Want zij heeft nu even zijn familie in Syrië hebben nodig. Wij kunnen met allemaal bijvoorbeeld vanaf 1 euro tot hoeveel willen jullie gewoon overmaken naar mij. Hallo? Awas krijgt van alle kanten geld gestort en dat is nodig, want hulp bieden aan Syrië ligt door de gevolgen van de oorlog wat ingewikkelder. Hulpgroepen kunnen er moeilijk komen. De Syrische vrijwilligersorganisatie Molham is er daarom hard aan het werk om de nodige hulp te bieden en de gelddonaties goed in te zetten.
Ja, tot slot nog even wat ander nieuws. Het dorp Heteren wordt momenteel opgevrolijkt met 5 grote beelden van een meisje. Roosje, zoals ze heet, is onderdeel van een kunstroute en is op verschillende locaties te zien. Het eerste beeld werd vanochtend geplaatst bij de rotonde onderaan de A50, waar Roosje de bezoekers van Heteren voortaan welkom heet. Nou, een enorm feest vandaag. En ik denk dat ik dat ook spreek voor Fons, dat we eindelijk naar het eindpunt hebben gewerkt. Waar we heel trots op zijn met z'n drieën. Eigenlijk, misschien kan ik wel voor iedereen spreken. Meer dan 3. Ja, want het is alweer 4 jaar geleden dat dit project werd gestart. En daar is nu eindelijk het resultaat van te zien. Het idee van Roosje is ook echt een Heter ontstaan door verhalen te vangen. Bewoners te interviewen, de samenwerking met de dorpsraad, met de ondernemers, met de gemeente. En daar komt iets heel moois uit. En daar is Roosje uit gegroeid. Roosje van Heteren is het meisje dat verspreid door het dorp op 5 locaties te zien is in verschillende levensfases. Onderaan de A50 verwelkomt de volgroeide Roosje met een kers in haar hand iedereen die Heteren binnenkomt. Maar als je weer vanaf deze kant weer langzaam het dorp inrijdt, groeit ze weer langzaam de aarde in. De opdracht was om de ingang van Heteren duidelijker zichtbaar te maken. De ingang van Heteren was altijd gesitueerd vanaf de dijk. En door de uitbreiding van Heteren werd hij eigenlijk verlegd hier naar het industrieterrein en naar de snelweg toe. En de opdracht aan de kunstenaars was om juist die verbinding te leggen, om een zichtbaarheid te creëren vanaf de snelweg. Dus een mooi groot kunstwerk wat imposant overkomt en gelijk zichtbaar is vanaf de snelweg. En die eigenlijk de totale lijn naar de dijk toe verbeeldt in meerdere beelden, zodat de inwoners en ook de bezoekers van Heteren meegenomen worden vanaf de snelweg naar eigenlijk het beginpunt van Heteren. Ja, dan het weer. Heldere dagen en ook heldere nachten, zoals je kan zien achter mij op de foto. Dat betekent nu op dit moment dat het koude nachten en frisse dagen zijn. Maar daar gaat de komende tijd weer wat verandering in komen. Morgen zal nog een soortgelijke dag zijn als vandaag. Komende nacht gaat het voor het laatst nog even vriezen. Gaat op 4 onder 0. Morgen zal dan weer op een groot deel van de dag de zon te zien zijn. Alhoewel, er zijn wel wat meer wolken als vandaag. En de temperatuur morgen komt uit op een graad of 5. De dagen erna blijft het overwegend droog, maar de bewolking wint steeds meer terrein ten koste van de zon. Temperatuur gaat wel verder omhoog met een kleine 10 graden in het weekend. En ook de nachtvorst, daar zijn we voorlopig weer vanaf. De keerzijde daarvan is dat we in de nieuwe week weer meer kans op regen hebben. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons natuurlijk even op Facebook, Twitter en Instagram. Deze week is er even geen aflevering van Nu in de Bios, maar daarvoor in de plaats kun je kijken naar BNB in Gelderland. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!